We zijn hier vandaag in Elst en in Elst is het Romeinse festival gaande. Achter mij is er van alles te doen, waaronder de ambachten uit de Romeinse tijd. En de wethouder gaat de Romeinse naam van Elst bekendmaken, maar daar zit nog een staartje aan. En als je het over erfgoed hebt, dan heb je het over onder andere al dat moois wat hier vandaag door springlevend verleden. Ja, dankjewel dat je het wederom hier allemaal neer hebt kunnen zetten. Wij vinden het als gemeente ook heel erg belangrijk dat we onze Romeinse erfgoed ook meer zichtbaar maken voor onze gemeente en voor onze inwoners. En dat wordt heel erg lastig als het allemaal onder de grond ligt. Dus ja, dan brengen wij het boven de grond. En dat is onder andere hier achter mij te zien met de Romeinse markt. Is het spinnen van wol, is dat moeilijk? Dat ligt eraan. Het is meer een soort handigheidje. En als je wil, kan ik het zo samen met je doen. Dat je zelf even een stukje probeert. Meer het heel gelijkmatig krijgen, dat is dan enigszins de moeilijkheid. Wat daar van de dag is, dat een wat daar. Ik wil even kijken welke kant. Ja, met wat geleerd. Dat tolletje, dat geef ik een zetje. Dat is super simpel, daar kan iedereen. Maar dat zal ik zo voor je doen, dan hoef je daar niet op te concentreren. Okay. Dan kun je je hierop concentreren. Dus dit geef ik een zetje. Dan op dit punt zie je dat de draad overgaat in een pluk met wol. Ja. Daar ga ik hem pakken. Dan trek ik hem zo naar beneden. En dan laat je los. Oké. Okay. Nou, het wordt even aan het werk gezet. Ja, trekken. Ja. Nou, mensen, kind kan wassen doen. Precies, ja. Maar ja, dan ben je nog niet klaar. Dan heb je alleen een draadje. En dan moet je ook nog gaan weven, naaien, voordat je een kledingstuk hebt natuurlijk. Ja. En wat kan je hier nou... Is hij gewoon stevig en hij is super stevig. Ja. En ik denk dat hij net niet om je pols past. Oh, anders had ik een leuke armband gehad. Sleutel hangen. Ja. Nou, dan eindresultaat. Weet je dat, hoe belangrijk Elst eigenlijk was in de Romeinse tijd? Nou, zeker heel erg belangrijk, omdat hier een Gallo-Romeinse tempel gevonden is. En dat betekent wel dat het een van de speerpunten is vanuit de Romeinse limes. De Romeinse grens die daarin gelopen heeft en die loopt hier langs. En omdat hier een tempel gebouwd is, is het ook een hoogwaardig punt geweest binnen het Romeinse Rijk. Het is een van de grootste. We willen zelf wel zeggen de grootste Gallo-Romeinse tempel. En dat wil wel wat zeggen in die tijd. Ook had Elst een andere naam in de Romeinse tijd. Deze zou eigenlijk tijdens dit evenement worden onthuld. Maar dat is toch niet doorgegaan. Er is namelijk te weinig zekerheid over of de naam wel juist is. Schrijver Jan Verhagen deed er onderzoek naar en heeft wel een idee. Ik heb in mijn proefschrift, ik ben onlangs gepromoveerd, heb ik onder andere dus iets onderzocht wat betreft de naamgeving van verschillende Romeinse plaatsen in het oosten van Nederland. Maar op basis van de gegevens die we hebben, is het meest waarschijnlijke dat Leve Ifanum Elst is. Wat hoopt u met dit evenement te bereiken? Bekendheid richting inwoners. We willen vooral laten zien hoe rijk onze gemeente is aan Romeins erfgoed. En vooral de prachtig mooie Gallo-Romeinse tempel die we hebben, wat UNESCO Werelderfgoed is. Ja, dat is wel echt wel wat zeggen. Dus daar zijn we heel erg trots op. En als je iets trots hebt in de gemeente, ja, dan moet je dat ook zeker laten zien. Van de oudste tempel uit 50 is er nog een vloer en een fundament te zien. En van de jongste tempel, hij is uit het jaar 100 na Christus. Daar zijn nog dikke fundamenten van te zien die tot 3 meter hoog zijn. En wat is de staat van de restanten hiervan? De staat is authentiek zoals het gevonden is in 1947. Het is goed bewaard gebleven. De vloer van de kerk beschut alles. En je loopt hier als het ware door de Romeinse tijd. En wat maakt deze kerk dan zo bijzonder? Deze kerk is zo bijzonder omdat we hier twee Romeinse tempels
kunnen bezoeken die sinds 2021 tot de UNESCO Werelderfgoed behoren. En dat gaat dan om het hele verhaal van deze plek, maar met name de Romeinse tempels.